Een onverwachte revival. De verkoop van het aloude cassettebandje is de afgelopen 5 jaar vervijfvoudigd. Dat zegt Thomas Bauer. Hij is eigenaar van De Bandjesfabriek. De enig overgebleven cassettebandjesfabriek van de Benelux. In 2018 werden er 21.000 van die bandjes verkocht. En in 2013 waren dat er amper 4.000. Over de levensvatbaarheid van een bijna uitgestorven fenomeen gaan we met hem praten. En hij zit in zijn bandjesfabriek in Lochem. Goedemorgen, meneer Bauer. Goedemorgen. De buitenwereld is verbaasd. Nou, laten we zeggen, ik was verbaasd, maar u niet, hè? Nou ja, ik heb de ontwikkelingen natuurlijk de afgelopen jaren zien gebeuren. Dus nee, ja, verbaasd. Ik moet je eerlijk zeggen, vorige week zat ik mijn productie van het afgelopen jaar bij elkaar op te tellen. En toen dacht ik toch, wow, 22.000 bijna, dat zijn er best wel aardig wat. Dus ja, klein beetje verbaasd was ik ook wel dat dat de helft meer was dan het jaar ervoor. Ja, zeker wel. Want iedereen die dacht toch van, nou ja, dat cassettebandje, dat is een reliquie uit het verleden. Ja, dat is het voor heel veel mensen natuurlijk ook wel. Dat is vooral in Nederland zo. In Nederland zit het cassettebandje nog echt wel een klein beetje in een verdomhoekje, om het maar zo te zeggen. Maar als ik kijk naar andere landen, dan is het cassettebandje nog gewoon een algemeen geaccepteerd medium. In Afrika hebben ze veel cassettebandjes. In het Verre Oosten inderdaad. Maar als je kijkt naar een land als bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk of Amerika, Verenigde Staten. Daar is de cassettecultuur die is veel groter dan hier. En ook bij onze zuiderburen in België bijvoorbeeld. Daar leeft het cassettebandje echt nog wel. Ja, en hebben mensen dan ook nog cassettedecks? Of zo'n Walkman ging die ook in, hè? Ja, bijvoorbeeld inderdaad een cassettedek thuis in de hi-fi-installatie natuurlijk. Of een Walkman of een draagbare cassetterecorder voor onderweg of om mee te nemen. Hoe zit het met de kwaliteit? Want zo geweldig was die cassetteband niet, herinner ik me. Nee, ja, dat is inderdaad natuurlijk de eeuwige mythe en dat verhaal met dat potlood en die pen en dat opnieuw opdraaien. Ja, dat is, ja. Ja, nou, erger nog, die machine frat die band op en spaghetti. Zoek het dan maar uit. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk. Het cassettebandje was natuurlijk jarenlang een enorm populair medium. En iedereen maakte het, iedereen verkocht het. En dat gold ook voor de cassetterecorders. Iedereen maakte ze en iedereen verkocht ze in alle prijsklassen. En dan heb je daar natuurlijk ook al wat kwaliteitsverschil in zitten. Dus ja, die recorders die bandjes opaten, dat waren natuurlijk niet de allerduurste, hè? En wat zo leuk was, je kon zelf een cassettebandje samenstellen. Je kon je eigen mixtape maken. Dat kan toch? Ja, dat kan misschien nu ook nog wel, maar ik weet niet hoe je dat dan nu zou moeten doen. Moet je dan een playlist maken of zo? Dat is toch niet zo romantisch? Het is niet zo persoonlijk, het is niet zo romantisch en het is ook minder arbeidsintensief. Kijk, als ik punten wil scoren bij mijn vrouw, dan kan ik een bosje bloemen laten bezorgen, maar ik kan het ook zelf ophalen natuurlijk. Hè? Dus, en daar zit een verschil tussen. En dat is hetzelfde als een cassettebandje opnemen of een playlist voor iemand samenstellen. Het is het stukje werk, een stukje energie wat je er zelf in moet steken. Ja, en je kon bovendien dat cassettebandje ook nog leuk versieren en de leuke dingen opschrijven met leuke kleurtjes. Volgens mij, de oudere luisteraars, die zien dat volgens mij nog zo voor zich, hoor. Ja. Dit is een heb project. Heb jij wel eens van een vriend een met bloemetjes versierd cassettebandje? Ja, en dan moet het zijn. Want en dan bijvoorbeeld met liefdesliedjes of zo, weet je. Ook dat nog. Ja. Heb je ze nog? Ja, die heb ik nog wel. Nee, maar dat gaf je elkaar. Je hebt alleen geen apparatuur om het af te draaien. Dat was zeker heb ik ook nog. En dat is een heel leuk persoonlijk cadeautje, wat heel veel zegt over jezelf. Dat kon je met cassettebandjes doen. Dat is gewoon allemaal verdwenen. Maar goed, gelukkig komt het nu allemaal terug. Hoe kan je dat verklaren? Toen zei net, het heeft in andere landen altijd nog wel een behoorlijk leven geleid. Maar in Nederland was het toch bijna verdwenen. Hoe komt het dat het in Nederland toch ook weer een revival kent? Nou, ik denk dat de revival van de cassettebandjes grotendeels verklaard kan worden doordat we in een hele hectische elektronische maatschappij leven nu. Ontwikkelingen die volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Muziek wordt digitaal beluisterd. Je streamt met Spotify, met iTunes en dat soort zaken. Waardoor een bepaalde vluchtigheid ontstaat. Muziek wordt een beetje behang. Je hebt een abonnementje op Spotify, je kunt alles beluisteren. Dat ding staat de hele dag te tetteren, maar niemand luistert echt naar die muziek. En door muziek weer te gaan beluisteren op een fysiek medium, bijvoorbeeld een cassettebandje of een LP. Hè, vinyl wordt natuurlijk ook weer heel veel verkocht. Bied je eigenlijk, daarmee erken je het bestaan van die muziek weer. Hè, ik doe moeite om die muziek te beluisteren. Ik stop dat bandje in die cassetterecorder of ik leg die plaat op de draaitafel en ik leg die naald in die plaat en dan ga ik rustig luisteren, want ik zet die muziek heel bewust op. Ja. Het is een bewuste beleving. En dat is een beetje het afzetten tegen de huidige vluchtige maatschappij, denk ik. En de jongere mensen kopen die dan ook? Voornamelijk jongere mensen, inderdaad. Ja, het is.
Het is een beetje de oudere generatie. Hè? Die hoor je voornamelijk, ja, cassettebandjes, ja, dat deden we vroeger. Ja, en ze gingen stuk en het potlood en bla 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 bla. En de jongere generatie, die heeft die ervaring niet, of die heeft dat anders beleefd. En die ziet juist de charme weer van het product. Van, goh, zo'n klein dingetje in zo'n doosje. En ik stop het in een apparaat en ik doe het klepje dicht en ik druk op die knop. En dan komt er eerst een beetje ruis. En als die ruis weg is, dan komt de muziek. Dus men beleeft dat heel anders. Er is een heel andere emotie achter. Maar als je nu naar de elektronica boer gaat, kan je dan terecht met de vraag, doet u mij een cassette spelen? Nou, sterker nog, je kunt naar de Blokker gaan. Ja? Daar kun je een cassette recorder kopen. Echt waar? Ja, zeker. Geen probleem, dat kan. En zijn de artiesten ook die op deze trend inspelen eigenlijk? Dat begint nu langzaam een beetje op gang te komen. Ook in Nederland lopen we op dat gebied een beetje achter bij de rest van de wereld. Mijn collega's in Engeland hebben bijvoorbeeld vorig jaar voor Kylie Minogue 10.000 cassettebandjes gemaakt. Radiohead, OK Computer bestond 20 jaar en is op cassette uitgebracht. In Nederland hebben we bijvoorbeeld vorig jaar Spinvis, het debuutalbum van Spinvis, op cassette uitgebracht. Dat was op zich wel een geinig verhaal, want Spinvis had zelf ooit zijn eerste nummers op een cassettebandje opgenomen. Dat is uiteindelijk zijn eerste album geworden. En we hebben nu datzelfde cassettebandje, dus inclusief een pleistertje eroverheen, wat hij ooit gebruikte om het bandje te kunnen hergebruiken, hebben wij datzelfde cassettebandje nagemaakt. En die zijn in een oplage van 1000 stuks zijn die ook te koop. Maar is die kwaliteit dan nog überhaupt enigszins te garanderen? Ik vind het godswonder dat überhaupt nog enigszins verstaanbaar uit de speaker zou kunnen komen. Ja, nou ja, kijk, de cassettetape die wij gebruiken, dat is natuurlijk waarmee de kwaliteit van de opname bepaald wordt, is van hele goede kwaliteit. Het is natuurlijk jarenlang zo geweest, er werd minder gevraagd naar cassettebandjes, dus heel veel fabrikanten die stoppen dan ook de productie van de tape en de andere grondstoffen die wij nodig hebben om cassettes te maken. Maar er circuleerde nog heel veel tape in de wereld en dat is een beetje de oude voorraad waar men het mee moest doen. Het is wel plastic, hè, of niet? Het is wel plastic inderdaad, ja, dat klopt. Nou, het ja, is dus niet zo best dat de oude cassettetape dan weer als plastic in de oceaan terechtkomt. Het is niet heel duurzaam. Nee, maar ja, wie gooit er nou wel cassettebandjes in de oceaan? Nee, maar u snapt wat ik bedoel. We willen dat plastic niet meer. Misschien nee, we moet willen er dat nog iets voor verzonnen worden. Maar meneer Bouwman, dat zou een indruk kunnen zijn, ja. Meneer Bouwman, mag ik nou eens even de typisch Nederlandse vraag stellen? Van een oplage van 24.000 exemplaren, daar kan je toch helemaal niet van bestaan? Nee, dat klopt inderdaad. Oh. Ik leef ook niet van alleen maar cassettebandjes, gelukkig. Dat zou niet gaan. Ik heb anderhalf jaar geleden de cassettenduplicatie van mijn voorganger overgenomen. Dat was een bedrijf die het al 30 jaar deed en die er wel een keer klaar mee was. Mijn nevenactiviteiten zijn verder nog het repareren en verkopen van audioapparatuur. En daar verdien ik de andere helft van mijn boterham mee. Het is toch een beetje liefhebberij of gewoon het warme hart voor de werkelijke muziekbeleving? Ja, absoluut. Ik ben dit niet bewust gaan doen omdat ik er rijk mee wilde worden. Die illusie heb ik echt niet. Nee. Het is meer iets. Wie kan er tegenwoordig nou nog zeggen, ik maak cassettebandjes. Het is gewoon een geweldig leuk iets om te doen. En je komt met zoveel leuke mensen in contact. En het is gewoon het is een Nederlandse uitvinding. Dus ik vind ook dat wij een beetje verplicht zijn om dat product wel in ere te houden. Nou, dat lijkt mij mooie laatste woorden. Hartelijk dank, Thomas Bouwer van De Bandjesfabriek. Ook een fantastische naam in Lochem over de opmerkelijke revival van het cassettebandje. Dank je wel. Graag gedaan.